In augustus werd voor de 22e en laatste keer de Harley-dag gehouden. 14.000 motoren stonden er in de binnenstad, 90.000 liefhebbers. De gemeente noemt het een grootschalig en risicovol evenement dat dit jaar goed is verlopen. Toch moest een arrestatieteam meerdere keren ingrijpen. De A heeft een aantal activiteiten die dag verricht, ja. Om de veiligheid te waarborgen? Nou, om in ieder geval datgene wat niet kan aandacht te geven. En dat is gebeurd, terecht. Op de Harley-dag zijn 140 politiemensen ingezet. Cirkelde er een politiehelikopter boven de binnenstad en was de ME aanwezig. Ook werd er voor €40.000 en andere veiligheidsmaatregelen genomen. De inzet is volgens de gemeente nodig omdat er rivaliteit is tussen verschillende motorclubs. Er is waargenomen dat er ook motorclubs zijn met een twijfelachtige achtergrond. Sommige met wat hooliganachtige betekenissen. Vorig jaar werd er meerdere keren geweld gebruikt op de dag zelf. En een dag voor het evenement was er een actie om deelnemende motorclubs mogelijk te intimideren. Een dag voor de Harley-dag is een brandbom ontploft in een snackbar. Dat werd als intimiderend ervaren. De stichting Harley-dag Breda kan zich niet vinden in het beeld van rivaliserende clubs. Volgens hen lukt het door de vele veiligheidsmaatregelen niet meer om van de Harley-dag een familiedag te maken. Dus in 2011 komt er in ieder geval geen Harley-dag in Breda.